aan de schermsbel trekken om de bootshow officieel te openen. Bij deze. Wij staan hier nu 25 jaar, dus we waren bij de eerste. Ik denk dat wij als promotie Binnenvaart Vlaanderen niet kunnen ontbreken op de Belgische Bootshow. Daarom staan wij hier ook al vanaf onze oprichting in 92. C'est la troisième année que nous sommes présents ici au salon Belgian Bootshow. Je suis présent depuis 2008. Donc on peut dire que je commence à être fidèle à cet événement. Ik ken de beurs niet goed. Het is voor ons de eerste keer dat we er staan. Het bevalt ons wel heel erg. We staan niet op de beurs om direct te verkopen. We hebben ook geen spulletjes mee die mensen kunnen afrekenen. We willen alleen laten zien dat we er zijn. Ja, voor ons is het leuk om onze lezers eens te ontmoeten. Het bevalt mij heel erg, ja, toch wel. Ja, verrassende zaken. Zaken dat we niet dachten hier te vinden, dat we het tof vinden. En dan ook hetgeen dat we wel weten, komen te weten. Dat zo zijn. Omdat je hier heel veel dingen kan doen. Ja, het is hier ook gewoon zo leuk. Dat hij namelijk nu voor het eerst zelfstandig in een zeilbootje zit. En, ik moet zeggen, ik sta vol trots te kijken. Ja. Dus ik ben er 100% van overtuigd dat bij de aanvang van de beurs, de watersport, een boost gekregen heeft die wij anders nooit hadden gekend. Ik denk wel dat de beurs een must is. Ten eerste voor onszelf, omdat we hier heel veel klanten uithalen, nieuwe klanten. We moeten de producten kunnen tonen. En ik denk dat dit een ideale moment is of een ideale gelegenheid om dat te doen. Ja, je kan bijna niet anders. We moeten hier gewoon erbij zijn, ja. Omdat dat de enige keer is in het jaar dat het watersport eigenlijk naar het grote publiek komt. Belgian people are our clients. It means that we're a Belgian Greek company. Maar wij kunnen hier gewoon niet mankeren. Absolutely, it's very interesting. You can see new stuff. You can check out what people build in terms of boats. I saw the blowcart stuff, that is very interesting. You have always fun stuff with the wave riding in the back, and you check out the kitesurfing equipment that is new and stuff like that. So it's really interesting. Het is misschien minder groot dan vroeger, maar het is gezellig. Maar basically, de grote spelers zijn hier nog steeds. De mooie boten staan hier nog steeds. De opleiders staan hier, de werven en de federaties ook. En de overheid, ook wel interessant. Dus alles over watersport kom je hier aan de weet. 80% van de verkopen ooit de eerste contact is geweest hier in Gent. Dus dat is zeer belangrijk, eigenlijk Gent ervoor. Ja. You had many clients from this boat show. Donc on a grandi tous les ans avec des stands différents et on est assez content, donc c'est pour ça qu'on est à nouveau revenu cette année. Il y a eu un gros changement cette année. J'étais un petit peu sceptique au début et pour l'instant ça a l'air de plutôt fonctionner. Die mensen die dat idee weer opgebracht hebben, wel professionnel. Félicitations.